Beste mensen, ik ben nou zo'n 10 jaar ervaringswerker en dat gaat natuurlijk om optrekken met mensen die psychische problematiek hebben, zwaar of licht. Ik heb heel veel in zelfhulpgroepen gezeten, ontzettend veel met ervaringswerkers in opleiding bij elkaar gezeten, zitten palaveren, zitten praten, de verhalen aangehoord. En de afgelopen maanden heb ik mij bezig gehouden met een project rond de nieuwe wet verplichte GGZ, waarbij wij verhalen opgehaald hebben bij mensen die een crisis hebben meegemaakt en ook een crisisopname, gedwongen crisisopname hebben meegemaakt en hun naast betrokkenen. Ik ben ook betrokken bij de verhalenbank, al 2 jaar. Floortje Schepers heeft mij toen de tijd gevraagd om daar als adviseur bij te zitten, bij mee te denken. Vanmorgen hebben we ook weer een hele boeiende morgen gehad met onderzoekster Nienke en een aantal cliëntvertegenwoordigers en een collega ervaringswerker om de resultaten van een onderzoek te bespreken. En het gaat mij steeds meer opvallen dat zodra patiënten, burgers, direct hun verhaal vertellen. En dat gaat, kan ik je vertellen, vaak in brokjes en stukjes, met veel emotie gepaard, van de hak op de tak. Er lijkt vaak geen lijn in te zitten, ook in die herstelwerkgroepen waar ik veel in gezeten heb. Het gaat alle kanten uit. Maar als die verhalen, zoals bij de verhalenbank en in ons project, dan op een gegeven moment in een vorm gegoten moeten gaan worden, moet verantwoord worden, moet onderzocht worden, dan zie ik dat twee werelden met elkaar botsen, namelijk de lineaire wetenschappelijke wereld van de systeemwereld, waar alles keurig in lijstjes en digitaal verantwoord wordt, en de leefwereld van de mensen die er geweest zijn, die het doorleefd hebben. De veteranen, zoals ik ze meestal noem. En waarvan ik er zelf natuurlijk ook één ben. En wij hebben dan toch iedere keer, dat gebeurde vanmorgen ook weer, de neiging om vrij te associëren, overal wat van te vinden, op elk woord te springen, te ouwe hoeren, rond te praten, anekdotes te vertellen. En dan ontstaat er iets in zo'n ruimte. En dat iets, dat ontregelt vaak ook degene, de wetenschapper, de professional, die daar dan eventueel bij zit of die daarbij betrokken is. En anderzijds merk ik toch ook dat die wereld van verantwoording, van schema's, van ja, methodiek, ontregelt ons dan ook weer. Want ja, dan moeten wij ons weer aanpassen aan het format, de vorm. Het moet toch goed gepresenteerd worden en aan de subsidieverstrekker of wat dan ook. Maar ik ben erg geïntrigeerd door die uitwisseling die dan plaatsvindt. Dat schuren, dat bonken, dat elkaar uitdagen, de wederzijdse ontregeling en soms ook zelfs enige ontreddering van ja, jemig, wat moeten we hier nou mee? Of zoals vanuit de leefwereld, vanuit de ervaringsdeskundigen, ja, hoe krijgen we dit nou duidelijk? En het wordt mij ook steeds duidelijker dat voor 80-90% van de mensen die in de GGZ op de een of andere manier of in het sociaal domein behandeld dan weer ondersteund worden, dat die medische benadering van analyseren, protocoliseren, richtlijnen, die allemaal gericht zijn op het individu,
En binnen dat individu ook nog op de aandoening of de ziekte of de diagnose. Dat dat niet herstelbevorderend is. Want dat komt natuurlijk uit de somatische medische wereld waarin dat wel werkt. Als je een gebroken been hebt, dan moet er een analyse plaatsvinden. Dan moet er een aantal handelingen plaatsvinden. En dan kan jouw been genezen. En in de psychiatrie of in de GGZ, in het sociaal domein, hebben we dus met een hele andere dimensie te maken. Hele andere problematiek die vooral te maken heeft met emoties, emotieregulatie, psychische, intrapsychische processen, interactie met opvoeders, met de omgeving, de context. Wij komen er als... Mijn netwerk komt er toch steeds meer achter dat context bijna alles is. Daar komt het vaak vandaan. Daar ligt ook de oplossing. En dat dan dat gefocus op dat individu en dan zeker op die aandoening eigenlijk contraproductief werkt. Want als ik nou kijk wat ik in al die groepen al die tijd heb meegemaakt, dan ging het nooit over ziekte. Dan gaat het over het leven. Dan gaat het over levensvaardigheden. Dan gaat het inderdaad over emotieregulatie. Hoe kan ik relaties opbouwen? Hoe kan ik weer contact met mijn moeder krijgen? Hoe kan ik ervoor zorgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij niet iedere keer herrie maken met die klantmanager van de sociale dienst? Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Nou, dit wilde ik even met jullie delen. Dat ik dat een ongelooflijk intrigerend thema vind. Die ontmoeting tussen die leefwereld van de burger, van de patiënt en die oppermachtige, alwetende wereld van de medici, van de psychiatrie. En ik ben heel benieuwd hoe wij over een aantal jaren hierover zullen denken en hoe we daarna gaan handelen.